komt regelmatig voor dat ik mensen spreek die een ayahuasca-ceremonie overwegen. En vaak stuit ik dan in dat gesprek op een vorm van twijfel. Is dit wel iets voor mij? Het klinkt ook als heel erg spannend. En ja, ik weet niet of ik dit wel zou moeten doen. En ik begrijp die twijfel supergoed. Als ik terugdenk aan mijn eerste ayahuasca-ceremonie, dan was dat ook een hele spannende ervaring. En ik weet nog dat ik aankwam bij de plek waar ik die ceremonie zou gaan doen. En het voelde alsof ik met mijn staart tussen mijn benen aankwam. Dus het is ook heel erg spannend. En ook merk ik dat een deel van de twijfel voortkomt omdat mensen gewoon simpelweg niet zo goed weten waar ze op moeten letten om te kunnen beoordelen of een ayahuasca-ceremonie wel of niet iets voor hen is. Dus daarom heb ik deze video opgenomen om jou te helpen beoordelen of je wellicht baat zou kunnen hebben bij een ayahuasca-ceremonie en of het iets voor jou is. Voordat ik induik op de dingen waar je op kunt letten om te beoordelen of een ceremonie iets voor jou is, moet het me even van het hart dat iedere situatie anders is en elke persoon anders is. In deze video ga ik in op een aantal dingen die voor bijna iedereen gelden, maar twijfel je of wat in jouw specifieke situatie het geval is, ja, zoek dan vooral iemand op om daar samen over te sparren, iemand die je vertrouwt. Eventueel kun je onder deze video in de comments een vraag achterlaten en dan denk ik ook met alle plezier met je mee. Kiezen voor een ayahuasca-ceremonie loopt grofweg in 4 fases. Als allereerst moet je ervan gehoord hebben en komt het op je pad. Tweede fase is een soort van zelfonderzoek. Hè? Wat zijn mijn motivaties? Waarom zou het iets voor mij zijn? Waarom zou ik het willen? Wat zijn de risico's? De derde fase is, oké, nou, ik wil dit misschien wel, maar wat is er out there? En je vierde stap is in contact treden met een persoon of bedrijf of organisatie die ayahuasca aanbiedt. In een volgende video gaan we in op, laten we zeggen, fase 3 en 4. Dus hoe voel ik welke partij bij mij past? In deze video gaan we in op, laten we zeggen, dat zelfonderzoek. Wanneer je voor jezelf nagaat of ayahuasca iets voor jou is, dan kom je als eerste uit bij je motivatie. Waarom zou je een ayahuasca-ceremonie willen doen? En grofweg zijn er een aantal verschillende motivaties die je kan hebben. De eerste motivatie is dat er een concrete aanleiding is in je leven die maakt dat je een ayahuasca-ceremonie zou willen doen. Er speelt iets op je werk, in je relaties, in je liefdesleven of een probleem waar je een tijd tegenaan loopt of juist een wens dat je bijvoorbeeld meer energie zou willen hebben en je heel moe voelt en maar niet kan verklaren waardoor dat komt. Nou, allerlei redenen op persoonlijk vlak die kunnen maken dat je dan denkt, ja, nou, ik ben wel benieuwd wat eronder zit. En een ayahuasca-ceremonie zou een goede manier kunnen zijn om dat te ontdekken. Nou, dat is de eerste categorie. En dat is een hele goede categorie. Een tweede categorie is dat er niet een specifieke aanleiding is, maar dat er een soort van, ja, nieuwsgierigheid in je opborrelt van, oh, maar wat zou dat voor mij kunnen betekenen? Er is niet specifiek iets wat speelt in je leven, maar ja, het voelt bijna alsof ayahuasca je roept. Een deel van jou voelt zich geroepen om zo'n ceremonie te gaan ervaren. En dan is er een derde reden waarom je een ayahuasca-ceremonie zou willen doen. En ja, dat is meer een soort van sensatiebeluste reden. Dat je gewoon denkt, oh, nou wauw, ik ben wel eens op een festival geweest en ik heb deze drugs heb ik al mee geëxperimenteerd, maar ayahuasca heb ik nog nooit gedaan, dus ja, die komt op mijn bucketlist. Nou, die derde reden, dat is misschien niet zo'n hele goede en gezonde reden om een ayahuasca-ceremonie in te gaan. En dat is omdat het gewoon daarvoor te heftig, te intens is en er gewoon ook persoonlijke stukken op kunnen komen die, nou, ook naderhand aandacht nodig hebben. En als je alleen gaat voor die vette trip of die bijzondere ervaring, ja, dan is ayahuasca denk ik niet helemaal voor jou. Oké, dus we gaan er even van uit dat je of een hele concrete aanleiding hebt om ayahuasca te gaan doen, of dat je, nou,
geroepen voelt en nieuwsgierig voelt, maar nog niet precies weet waarom. Wat zijn dan een aantal dingen die voor jezelf scherp moet hebben om te beoordelen of je verder gaat en daadwerkelijk overgaat tot het doen van een ayahuasca-ceremonie? Nou, allereerst helpt het om voor een ayahuasca-ceremonie een intentie of een vraagstuk te hebben. Nou, heb je een hele concrete aanleiding, is het waarschijnlijk makkelijk om een intentie te formuleren. Heb je meer die nieuwsgierigheid, dan nog is het goed om bij jezelf na te gaan van ja, maar wat is het in mijn leven waar ik misschien meer van zou willen, waar ayahuasca me misschien bij zou kunnen helpen? Of wat is iets wat me in de weg staat of waar ik last van heb en wat ik misschien met ayahuasca meer helderheid op krijg, hoe ik daarmee om kan gaan. Een tweede is dat je bereid moet zijn om een voorbereidingsperiode aan bepaalde maatregelen te houden. Allemaal dingen die je vooraf kan doen om tijdens de ceremonie een betere ceremonie te hebben en om je geest en je hele lichamelijke systeem wat meer tot rust te brengen voor je de ayahuasca ingaat. Nou, maar ook na afloop, waarschijnlijk krijg je in de ceremonie zelf dingen te zien die misschien wel iets vragen voor je leven erna, die wat aanpassingen vragen. Inzichten waarvan je denkt, oh wacht, ik heb dit altijd zo gedaan, maar wordt tijd om het nu op een andere manier aan te gaan pakken. Dat je die aanpassingen wel bereid bent om die door te voeren. Nou, dat is een tweede check die je bij jezelf moet doen. En een derde check is dat je erachter komt dat je geen medische, de officiële term daarvoor heet, is contra-indicaties. Dus geen medische redenen hebt waardoor het eigenlijk niet zo'n goed idee is om ayahuasca in te nemen. Op basis van deze video ben je als het goed is in staat om voor jezelf twee vragen te beantwoorden. Is het iets voor jou? En is het iets voor nu? Want wellicht heb je zoiets van, ja, maar ik ben nu nog aan de antidepressiva, maar ik ben van plan om dat de komende tijd te gaan afbouwen. Ayahuasca ceremonie lijkt me heel erg interessant, maar laat ik het eerst afbouwen voordat ik dat overweeg en dat in gang ga zetten. Nou, mocht je beide vragen, dus is het iets voor mij en is het iets voor nu, met ja beantwoorden, dan is de volgende vraag die zich aandient, wat past er dan bij mij? Nou, daarover wil ik een volgende video dieper ingaan op wat voor settings zijn er allemaal, wat voor aanbieders zijn er en daarover de volgende video. Vond je dit interessant? Heb je hier wat aan en ben je nieuwsgierig naar andere dingen die te maken hebben met ayahuasca en op een goede manier daar een mooie ervaring mee hebben? Abonneer je dan op dit kanaal en krijg je volgende week een nieuwe melding van een nieuwe video. Oké, dankjewel.